guys, leuk dat je kijkt bij deze nieuwe video. Yo, ja. We are blessed, Jax. Ja, man. En dus we zijn onderweg, jongens, richting Duitsland. Wie had dat gedacht? Alweer. We gaan nog even naar de Kaufland. We gaan naar de Lidl. Nog even bij Vuurwerk Duitsland kijken. En we gaan ook nog op de terugweg langs een Nederlandse shop. Ja, want we willen ook nog wat van Evolution. Die konden we helaas niet meer bij Vuurwerk Duitsland kopen, want daar, die hadden het niet meer. Dus daarom gaan we ook nog even langs een paar Nederlandse shops om toch maar nog wat van die blokken te halen. En bij de Kaufland zullen we een paar van die kleine dingetjes halen. Bij de Lidl misschien Alligator of zo, Jordi? Ja, ik hoop toch wel, die wil ik toch wel bij hebben. Ja, Alligator. Want die hebben we natuurlijk in Duitsland niet kunnen halen. Hebben jullie allemaal in de shopvideo kunnen zien, de 28e. Ja, wie had dat gedacht, dat we gewoon weer naar Duitsland gaan. Maar we doen het toch, het kan nog, dus we gaan gewoon die kant op. En jullie gaan het zo zien. We gaan naar een heel ander stuk. We gaan namelijk richting, hoe heet die stad ook alweer? Ja. Hersenrad of zo, weet ik veel. Ja, zoiets. Ergens in Limburg, vlakbij Ruben. En het schijnt daar gewoon echt net over de grens, gelijk een Lidl, al die Kaufland en zo te zijn. Dus ja, we gaan het meemaken, man. En misschien gaan we straks ook even stoken. Een paar cakejes van de Lidl of de Aldi of zo. Zien jullie zo meteen weer. De Lidl, de eerste winkel, jongens. We gaan even naar de Lidl. Ze schijnen net een levering hebben gehad. Ja, hier is wel... Oh, daarachter. Ik zie het nu. Een karretje of niet? Kijk dan. Vullen maar, man, boys. Okay. Even crackling als hij omhoog gaat. Dus heel die straat gaat gewoon open. Alleen nog. Ja, hij is fan van de Beastmaster, hoor. Ja, ik denk als geen bron, man. We zijn gigant. Deze dingen blijven ook altijd groot. De Uranus. Ja, man. De derde, die is nieuw. En ik dacht, weet je, bij de andere Lidl, bij ons in de regio, kon je deze niet krijgen. Dus ik dacht, weet je wat, gaan we hem hier toch even halen. We zitten fucking ver weg. Echt waar. Ergens bij Limburg of zo. Maar het is de moeite waard. Was dat dan? Het is de moeite waard. Alles leeg hier zo. Voor, ah, nee joh, die is 53 shots. Denk je zomaar twee tientjes, hè? De 23 euro, man. Ja, dat bedoel ik. Maar hier gooien ze dus alles in de schappen, jongens. En is het gewoon graai. Hoor je die? Nee, ik zou het niet doen. Zijn die goed? Ja, man. Hoe duur dan? Op zich is het budget er wel bijna doorheen geknald. We hebben niet weinig, man. Kijk, en hier wordt het dus de schappen ingegooid. Nou ja. Alleen die zijn op dit moment aardig leeg. Dat is de bedoeling. Kijk maar, alles leeg. Deze zijn leeg. Dus ja, we moeten maar verwachten tot een volgende levering. Tot het opnieuw wordt geleverd. Een paar leuke producten. Daredevil ben ik wel benieuwd naar, man. Nooit gehad, toch? Die kunnen we vanavond doen. Hebben we nog niet genoeg pijlen, man. Dat heb je nooit. Wat zijn dit? Ja, papa. Hey, dit. Een beetje hoofd zo alleen op de lang. Nee, nee. Misschien ook gewoon jullie kar mee leven. Ja, doe maar, man. Graaien maar. Het is echt graaien geblazen. Op deze manier worden dan die karretjes gevuld. Kouden! Zo, het karretje wordt even naar buiten gelaaien. Moet je kijken, hele kar vol, maar niet eens. Nee, we hebben even wat dingen gehaald die we niet in Emmerich konden halen. Dus zijn we even naar Limburg gegaan. Ja, ja. Wat was van jou? Dat wat je nu voor hebt liggen. Ja, die kleine was van jou. Zo, so, let's go. Ja, man. Kijk, even aan de kant. Hoppa. Inladen maar. Inlaaien. Hey, dit is een mooie shot, man. Ah. Even inlaaien. Oh, zo. Dit is ontvaren ook, hè? Ja, kijk op, pretpakketje. Ja, dan hebben we weer een goed gevulde doos, man. Goed Wat ben je? We zijn onderweg naar Vuurwerk Duitsland. Die zit hier ook in de regio. Ergens. Wil ik toch nog even kijken of je daar ook nog wat leuks hebt. Zoals ik al zei, jongens, de collectievideo staat online, maar
Ja, we willen toch nog wat erbij halen, zoals beloofd. Als jullie deze video zien, is Oud en Nieuw voorbij. Maar dan kunnen jullie een beetje shots zien van wat we nu gaan halen. We moeten hier naar links, toch? We moeten over 190 meter naar links. Dat is volgende. Hier zo? Nee. Echt waar die bus vandaan eerst komt. Volgende. Zo, dat is inderdaad een loods, man. Waar kunnen we parkeren? Want lekker achter de busje zetten, joh. Nou. Die gaat nooit weg, geloof ik niet. Want die staat er al 3 dagen. Ghetto. Heavy shit. Alles staat hier gewoon klaar om verkocht te worden, jongens. Pinautomaatje, moet je kijken. Hier is het donker. We hebben wel veel meer, man. Kaufland, jongens. We zijn gearriveerd. Nou, of we zijn gearriveerd. Als het goed is. Parkeren bij de Kaufland is gewoon hier in een parkeergarage, jongens. Ja, volgens mij wel. Moet je kijken. Ja, man. Nou, dan gaan we toch even in een parkeergarage staan. Dat is nieuw, dit. Ja, dat was de vorige keer nog niet. Nee, mooi. We zijn ook nog nooit geweest, maar... Dit is een grotere winkel, hè, Jordi? Die moet zo klaar. Even kijken of ze hier nog überhaupt wat op voorraad hebben. Ja, pak maar een karretje, man. Hier ligt het in de rondes, jongens. Ongelooflijk. Kijk dit. Hé, hey, dit is wel lijp, man. Hier hebben ze meer op voorraad. Hé, hey, gek hè, dit. Zie je er nog iets bij zitten? Zo, wat een ding, man. Zo, wat zijn dit dan? Ik weet niet, man, deze pakketten. Nou, ik zou ze niet meenemen, man, voor de zekerheid. Maar kijk, daar komt ook weer een car hier. Vullen ze elke schappen, jongens. Ik ben benieuwd of er ergens nog Bloody Marys liggen, maar dit... Die is ook ziek, man. Fright Night. Ja, man. Neem er gewoon 2 mee. Ja, gek, hè? Kijk, vind ik wel leuk. Een soort van tonnetje. Kijk, hier hebben ze wel. De Double Strike. Van Helios. Gelukkig wel. Hier hebben ze heel veel op voorraad. Ah, Jordi is ook al bezig. Wat zie jij nog liggen? Bloody Mary, al een heel aantal. Moet je kijken. We hebben er al genoeg van. Vergaderingen hier. Wil je er eentje aansteken hier? Nee, ik moet kijken wat erin zit. Ik heb een kinderkarretje vol, jongens. Kijk. Echt een kwaliteitsspulletjes. Op naar Nederland. Over de grens. Dan gaan we over de grens. Maar eerst even eten halen. Ja, man. We hebben meer broodjes dan vuurwerk. Maar goed, beter iets dan niets. Toch? Tinder afgesloten. Ja. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, jongens. Door de zon, maar kijk nou wat we weer hebben gehaald. Een hele achterbak weer vol. Daar staat nog wat van Evolution. Hier zo, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee. Die Evolution hebben we niet in Duitsland gehaald. Maar de andere wel. De Lidl, Kaufland en net wat. Niet heel veel, waaronder die Romeinse kaars. Die vond jij leuk, hè? Ja, deze wilde ik. Daar staat iemand weer te pissen in de hoek. Kan je dan? Ah, sjouw, die Duitsland. Leuk achterbakje vol. Ja, ik zie het. Ja, hè? We zijn dus weer onderweg naar huis. Ik zeg je eerlijk, het was veel te lang rijden. We moesten namelijk 2,5 uur rijden heen, 2,5 uur terug. Chaos, ik zeg je eerlijk. Eigenlijk had ik het niet moeten doen misschien. Maar het was wel even grappig om weer opnieuw bij de Kaufland te komen. En hij heeft ook wat gehaald. Jordi heeft wat gehaald, ik heb wat gehaald. We zijn allemaal tevreden, denk ik. Iedereen blij. Ja, toch? Dus ja, man. We gaan zo even wat stoken, denk ik. Dus, gewoon even... Ja, misschien de blokken die jij naast je hebt staan. Ja, ik wou net nog aansteken, maar er zit nog een kooitje. Ja. Ja, dan zit je in ieder geval veilig. We zien jullie later weer.